Nou, ze hadden hier een slootje gedempt waar wij op afwateren met onze straatkolken. Waardoor hier het straatwerk begon te verzakken. Ik ben Arjan Spoormans en we zijn vandaag in Delft. We gaan op bezoek bij het bedrijf Vesto en dat heeft een bijzondere band met het spoor. Ze schijnen hier direct in de omgeving te zitten en ik heb een verrassing voor ze, dus let's go! Nou, het is nog geen halve minuut vanaf het station. Het is echt om de hoek. Station Delft-Campus ligt bij ons in de achtertuin. Kunnen we op de een of andere manier even laten zien aan de kijkers op hoe ver dat van jullie vandaan ligt? Misschien is het dan wel leuk dat we even op het dak gaan kijken. Ik heb hoogtevrees. Arjan, hier is het ver genoeg. Ja, dit is dichterbij hoeft echt niet, maar nee. Daar kwam ik inderdaad net aan. Ja. Prima bereikbaar. Prima bereikbaar, dat zeker. En het station is helemaal verbouwd. Ja. En daarvoor kwam opeens iemand van ProRail aanbellen die zei, we komen een stukje grond van u inpikken ofzo. Er werd wel iemand die belde even van, joh, ik wilde graag een keertje met je overleggen, want we hebben een aantal plannen. En daar hebben we gewoon een prima gesprek mee gehad. Toen ProRail begon, toen hebben we een stuk van ons terrein beschikbaar gesteld als werkgebied. Hè. En dan zouden ze het in de oude staat terugbrengen. Dat zou een parkeerterrein worden. Maar dat wilden we niet. We wilden graag een tuin hebben, zodat ook onze collega's in de zomer lekker buiten hun lunch kunnen gebruiken. Kunnen wij daar naartoe? Is er iemand die ons daar meer over kan vertellen? Ja, dat is Arie, want Arie is eigenlijk chef tuin bij ons. Chef tuin, Arie. Ja. We gaan. Kom. Huismeester Arie, of chef tuin zoals je wordt genoemd. Ja, maakt niet zoveel uit hoor. Als een beestje maar een naam. Precies. Maar dus normaal gesproken zitten hier collega's wat te vergaderen of te barbecuen. Op een dag als vandaag zou het wat minder zijn, want het is natuurlijk geen hoogzomer meer. Nee. Maar als het zonnetje een beetje schijnt, dan wordt er wel gebruik gemaakt. Is het dan zo dat je tegen ProRail zegt, dan wil ik wel een tuin als jullie weggaan? En met een pergola en een hele hippe barbecue en dat soort dingen? Ja, dat zou heel mooi zijn als dat zou lopen. Ja, maar lijkt me ook wel leuk. Nee, helaas ging het niet zo ver. Dus dat hebben we zelf moeten bekostigen. Jij hebt alle contacten met ProRail gedaan. Dat kan niet allemaal goed zijn gegaan tijdens zo'n project, kan ik me voorstellen. Nee, uiteraard niet. Overal gaan dingen mis, dus ook bij ProRail. Nou, ze hadden hier een slootje gedempt waar wij op afwateren met onze straatkolken. Waardoor hier het straatwerk begon te verzakken. Kreeg je een soort van een halve overstroming aan deze kant? Ja, precies. Water heeft de onhebbelijke gewoonte om omhoog te gaan. En hoe gaat het dan? Dan bel je iemand en dan komt er iemand om dat te fixen? Ja, dan belde ik een onderaannemer van ProRail. Ik had ook zijn 06-nummer. En dan meestal nog dezelfde ochtend of middag werd het verholpen. Ik heb begrepen dat die hele verbouwing en de gebeuren hier je behoorlijk wat tijd heeft gekost. Je hebt zelfs 's nachts op het dak gestaan. Ja, dat is gewoon omdat ik erbij wilde zijn op het moment dat ze hier begonnen met dambanden slaan en heien. Om te zien of er eventueel schade in de pand zou ontstaan. Nou, dat is denk ik de reden waarom ik je iets heel leuks mag uitreiken. Want we komen niet voor niks. We hebben een verrassing. Wij mogen jou namelijk uitroepen tot meest volhoudende spoorbuur van ProRail. Ja. En deze wordt uitgereikt aan Arie. Je mag hem hier in de hal ophangen of boven je bed of in je kantoor. In ieder geval niet boven mijn bed. Nee, toch maar niet. Je gaat liever zonder ProRail naar bed. Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Wat zou jij nou eigenlijk doen op het moment dat ProRail bij je aanbelt en zegt, joh, we komen even een stukje tuin van je confisceren. Laat het weten in de comments onder deze video. Volgende maand zijn we er weer. Dan gaan we weer op bezoek bij een van onze buren en daar een bijzonder verhaal halen. Tot dan. Dat wordt hem. Ja, dames.